Marco Bogers, hoe reageerde jij op het nieuws gisteren dat Dordrecht 3 punten zijn afgenomen? Nou, ik was al een tijdje op de hoogte natuurlijk van deze situatie. Maar enorm teleurgesteld in de KNVB dat we deze straf hebben opgelegd gekregen. Kan je nog een keer kort uitleggen wat nou precies de reden voor de bond is om die puntaftrek op te leggen? Nou, inhoudelijk is natuurlijk bekend wat er allemaal precies gebeurd is. Alleen ik vind deze straf, als je bekijkt naar andere clubs, zeg maar de schulden die ze hebben. Dat gaat niet om geld, het gaat om iets te laat ingeleverd hebben. En dan vind ik deze straf buiten ja, een beetje te zware straf, moet ik eerlijk zeggen. Doet de KNVB dan niet aan laatste waarschuwingen of zoiets? Nou, zoals je begrijpt natuurlijk, moet je eerst een waarschuwing krijgen en dan puntenmindering. En wij hebben een waarschuwing gekregen en gelijk puntenmindering. Dus dat klopt niet. En onze voorzitter heeft besloten om zeg maar vrijdag een kort geding in te dienen bij de rechter, burgerrechter. En we zullen afwachten wat er vrijdag om 1:30 beslist wordt. Was het nou niet zo dat bij jullie duidelijk was dat hetgeen waar nu de punten voor zijn afgetrokken, dat bij jullie zelf lag die fout? Kijk, laten we zo vooropstellen dat de fout ook bij ons ligt. Maar wat ik zeg, het gaat niet om geldkwestie. Iedereen heeft zijn salaris heel het jaar, iedere dag op tijd gekregen. CFK heeft iedereen gewoon gekregen. We worden als in een bandsonderzoek van de KNVB worden wij als voorbeeld gesteld naar andere clubs hoe wij het financieel doen, zeg maar, met salarissen. Bij VVCS, de vakbond, Danny Hespen, worden wij als voorbeeld gesteld hoe wij zeg maar, de club moeten leiden om met geld. En dan wordt er zeg maar, door de organisatie, die natuurlijk heel erg klein is bij SC Dordrecht, een bestuurder wat heel, natuurlijk allemaal nog dagelijks zeg maar, werk moet verrichten, worden wij op deze manier gestraft. En dat heeft niks met geld te maken. Nee, dat is zeg maar, dat je een rekening krijgt en dat je 2 dagen te laat betaalt. Dat betekent niet dat je kan het ook vergeten. Het gaat om een menselijke fout, zeg je? Ja, en als je dan zeg maar, niet gestraft wordt zeg maar, door je financieel beleid, maar door dit, is dat extra zuur. En dat ik denk dan dat niet de reële KNVB-regels zijn. Want is de KNVB dan zo hard en niet vatbaar voor jullie argumenten dat jullie zeggen, nou ja, we hebben het te laat ingeleverd, maar we hebben het wel op orde. Kijk, hier zijn onze gegevens. Ja, wat ik zeg, misschien moet je 40 miljoen schuld hebben en dan hou je iedereen een lijntje en dan ga je naar de gemeente toe en dan ga je deze zulke dingen doen. Kan ook, hè. Wat ik zeg, wij hebben geen 1 euro subsidie gekregen. Wij doen geen, iedereen weet hoe wij de salaris zijn. Dat is ook, zeg maar, wat ik zeg net, dat het onderzoek wat de KNVB hebben uitgevoerd, is dat ook bekendbaar dat wij de laagste spelersbegroting hebben. Wij geven geen extra geld uit. Wij hebben geen wanbeleid. Alleen, wij werken keihard om onze club gezond te krijgen. En dat gaat ook lukken. We zijn bezig met een nieuw stadion. En als je dan zeg maar, op deze manier gestraft wordt, ja, vind ik een beetje zwaar. En dan heb je altijd weer mensen die zeggen, luister, je had het anders moeten doen. Wat ik zeg, wij worden als voorbeeld gesteld door de KNVB en door de vakbonden hoe wij een club moeten leiden. En dat doe ik niet. Dat is, geeft de voorzitter een leiding van. En dan is het extra zuur dat deze voorzitter zeg maar, gestraft wordt. Eigenlijk als voorbeeld gesteld door wat ik net heb aangegeven, is dat extra zuur. Heb je de indruk dat niet alle clubs gelijk worden behandeld door de bond? Jij leest toch ook de kranten? Jij ziet toch ook wat een Eredivisie schuld is? Dus je mag wel schulden hebben, alleen ja, dan gok je op mensen, op supporters, dat ze geld gaan leveren. Dat hebben wij niet. Alleen, wij hebben wat andere organisaties dan andere clubs. Nu komt dit op een moment wat natuurlijk heel wrang is. Twee dagen voordat een heel belangrijke wedstrijd voor Dordrecht op het programma staat. Jullie raken daar de punten kwijt. Kan je spreken van competitievervalsing? Ja, wat is competitievervalsing? Kijk, ik vind wel natuurlijk dat er wetten moeten zijn. Maar dan denk ik, als ik dan zeg maar bij de KNVB zou werken, zal ik zeker bij de Eredivisie clubs, dan hadden heel veel clubs nu onderaan gestaan die nu bovenaan staan. En iedereen heeft zeg maar het verkeerd gedaan. Alleen, dit is een menselijke fout. Dit heeft niks met organisatie te maken. Dit heeft niks met geldsituatie te maken. Dit heeft gewoon te laat. In principe hebben ze gelijk. Als jij zeg maar een belastingaanslag krijgt en je moet hem 1 april betalen en je betaalt hem 3 april, doe je iets niet goed. En dan kan je misschien nog iets invullen. Kijk, natuurlijk, je hebt natuurlijk moeten een plan van aanpak moeten kenbaar maken, want het is in de horeca iets. Nou, en dat is iets wat niet goed was. Nou, dan ga je dan in beroep. Nou, en dat beroep is dan 2 dagen te laat ingevuld. Want als je zeg maar beroep had aangetekend van 2 dagen ervoor, dan had je het op dat en dan hadden we dan zeg maar die straf niet gekregen. Je zegt er is een menselijke fout. Kan je het in die zin iemand verwijten? Ja, tuurlijk. Een menselijke fout is altijd te verwijten. Alleen de straf slaat nergens op. Ik neem aan dat jij ook iedere dag fouten maakt en ik ook. Alleen, het ligt eraan wat voor fout. Kijk, als ik door rood rijd en ik rijd tegen een andere auto aan, dan vind ik een fout. Maar dat is een bewuste fout. Maar als ik per ongeluk door oranje rijd en ik rem nog, het is net rood. En dan zegt de politie, ja, je rijdt rood. Ja, maar het was niet bewust. Nou, zo moet je dat een beetje zien. En ja, het is gewoon, ja. Je hebt altijd mensen, ja, maar en dit. Ja, ik vind het een beetje zuur. Je zegt dat je een straf krijgt, is terecht, maar het is buitenproportioneel.
Als je vergelijkt, iedereen leest de kranten. Iedereen weet wat in de voetbalwereld er nu op dit moment speelt. Waar hebben we het over? 28 april heb iedereen weer zijn salaris bij ons gehad. 28 maart heb iedereen salaris gehad. Gaan we bij iedere club eens vragen of ze iedere dag, dezelfde dag, de salaris hebben gekregen. Onze voorzitter is zo Christian Peel, zeg maar, met deze dingetjes. En dan waar gaat het over? Ik vind Jiske vet in het klein. Als je dan kijkt naar die wedstrijd die op het programma staat, die nog heel belangrijk kan zijn, want misschien geeft de rechter jullie wel gelijk. Kan een spelersgroep zich op zo'n manier goed voorbereiden, optimaal voorbereiden op zo'n belangrijke wedstrijd? Nou, wat ik zeg, ik heb de groep net uitgelegd wat de situatie is en dat ik nog steeds vanuit ga dat we gelijk krijgen. En dat we gewoon nog, zeg maar, op een natuurlijke manier, de kans is natuurlijk heel klein, hè? Want als de Mos gewoon winnen van Almere, dan hebben we dat niet. Dan zijn we al kansloos. En waar praten we over? Want als we kunnen hoogstens, zeg maar, 8e worden en dan kunnen het laagste 9e worden. En toch zijn we boos. Dus dat zegt genoeg, zeg maar, dat wij vinden dat het heel de club, zeg maar, een heel jaar hebben hard gewerkt om die club, zeg maar, op een goede manier neer te zetten. En we worden nu afgerekend op basis van, zeg maar, ja, wat we net hebben over gesproken. En dat is jammer. Hoe reageerde de spelersgroep? Enorm achter de club. En heel veel mensen vroegen nog mij het nummer van de voorzitter. En om een sms'je te sturen van luister, we staan duizend achter de club. Dus wat ik begreep en wat ik hoorde was niet de boosheid naar de club, maar boosheid naar de KNVB toe. Dat hun ook, zeg maar, op deze manier keihard werken, gestraft worden. En je moet ook aan die jongens denken. Wij kunnen hier niks aan doen. Tuurlijk kunnen wij wat aan doen. Als wij, zeg maar, een wanbeleid hebben gevoerd, wij hebben de salaris niet betaald, we hebben 2 miljoen schuld bij de KNVB, we hebben alles, dan vind ik terecht. Geef ons 10 punten mindering, 20 punten mindering. Geen enkel probleem, maar niet op deze manier. Hoe schat je de kans in dat de rechter jullie morgen in het gelijk stelt? Ja, als ik het de stukken lees hoe ik het lees en de voorzitter die mij op de hoogte hebben gesteld van de feiten, schat ik de kans 90-100%. Maar ja, we gaan het afwachten. Ja, meer kunnen we doen. Okay.